Nou, ik moet zeggen, het heeft mij goed gesmaakt. Ja, voor de verandering. Ja, ik vond het een beetje vreemd. Wat was dat nou? Pollo con ris. Nou, ik zou zweren dat het een soort kip was. Pollo is kip, talenwonderkind. Oh. Heerlijk. Alsjeblieft. Ja, maar een beetje weinig. En ik heb veel eten nodig en goed eten voor mijn conditie. Schrijf eens een nieuw recept uit de krant. Ja, en stond dat ook in de krant? Dien op in hele kleine porties. Zoals dit. Zeg, wisten jullie dat Beatrix getrouwd is? Het is niet waar. Hij weet het weer beter. Staat hier toch in de krant? Beatrix is getrouwd. Beatrix is al jaren getrouwd, Fokker. Het is niet waar. Het staat hier in de krant. Gisteren is in Amsterdam het huwelijk voltrokken tussen onze kroonprinses prinses M. Klaus, Willem, Otto, Frederik, Voornaamsbergs. Dat lijkt mij prins Klaus, ja. Wat is dat voor een krant? Vast en zeker niet het laatste nieuws. Dit is de krant van 11 maart 1966. Je kan van hem zeggen wat je wil, maar hij is wel bij de tijd. En behoorlijk saniel. Vertelt u eens, meneer de Breker, wat voor weer wordt er verwacht? Druilerig. Speciaal voor druiloren met grote flaporen. Zeg, Breker, heb jij dat recept ook uit die krant van Fokke? Nee, haar. Oh. Dan is die kip zeker uit 66. Ik begrijp heel goed waarom sommige mensen de pest in je hebben. Wat moet je nou met een krant uit 1966, Fokke? Nou, die heb ik weggelegd. Je kan hem altijd weer lezen. Na een jaar. Kijk, en het nieuws verandert toch niet. Alsjeblieft. Ajax speelt gelijk tegen PSV. Man bijt hond oor af. En zo ga je maar door. Misdaad. Heidenacht heeft de politie op heterdaad betrapt een inbreker. De arrestant, Peter Beta A, ontkende dat hij... Peter Beta! Peter, dat ben jij? Hey, je staat in de krant. Ik ben helemaal trots. Peter Beta A. Laat mij die krant eens kijken. Zeg toch, het is antiek. Peter Beta A, wat een topavond. Dat was. Het was hier slechte tijd. Toen zat je de helft van ons leven in de Noord. Ja, en rustig dat het was. Rustig. Voor jou ja, maar ik kon uitwerken. Ja. Ik zorgde voor brood op de plank. Dat is meer dan 20 jaar geleden, weet je net? Ja, dat nou nog in de krant staat, hè? Dat genoeg. Ik wil er niks van mee te maken. Kijk nou, dan komt hij in de troep terecht, zeg ik wil die krant nog lezen. Ik was vroeger, Fokke. Ik wil er niks mee te maken hebben. Maar kijk, dat ben ik vergeten vroeger. Sterker nog, ik wil het vergeten. Ja, een mooie kunst. Hij is nou al vergeten dat hij gezeten heeft. Ik wil er niks van mee te maken. Absoluut niks van mee te maken. Kijk, ik heb nou een bedrijf. Ik zit nou in zaken. Ik ben zakenman. De tijden zijn veranderd. En verder niks nieuws. Ik zorg nog steeds voor brood op de plank.